FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Broekhuis. Wim, gefeliciteerd. Hoe belangrijk is het om 2022 meteen te starten met een overwinning? Nou, ik denk dat het een hele opluchting is als je natuurlijk meteen je eerste wedstrijd gewoon wint. Het is natuurlijk niet florissant hoe je wint, maar zeker de eerste helft niet. De tweede helft ben ik dan wat meer tevreden, maar de eerste helft was ver beneden ons niveau. Zoals je al zelf zegt, Volendam startte niet goed aan de wedstrijd en kwam zelfs op achterstand. Wat ging er volgens jou mis in het eerste gedeelte? Nou, het begint allemaal bij je eigen positiespel. Als dat gewoon in te laag tempo gaat, te laag ritme van bewegen, loskomen. Ja, dan maak je het een tegenstander niet moeilijk. En dan roep je de problemen een beetje over je af. En ik moet zeggen, Telstar deed dat goed. Die zaten er fel op, dat wisten we. Dat ze dat vaak doen, zeker tegen ons. Nou, en dan gaat het erom dat je op dat moment de goede keuzes maakt aan de bal. En dat je ook af en toe eens een bal verlegt en sneller aansluit. Sneller vrijkomt, nou, al dat soort simpele dingen. Die deden we zeker de eerste fase niet goed. Pure communicatie, denk ik. Goed blok van Telstar waar wij niet goed op reageren. Kopt hij makkelijk binnen, dat mag nooit gebeuren natuurlijk. Franco, welkom terug. Hoe was deze middag voor jou? Ja, echt leuk. Echt leuk om terug te spelen voor deze club. Dus alleen maar positief, ook met de 3 punten. Dus alles perfect. Je bent nu alweer een paar dagen terug in Volendam. Hoe hebben je oude teamgenoten je ontvangen? Ja, echt goed, zoals altijd. Ik ben altijd goed gepakt door de boys. Dus ik ben ook erg blij om hen terug te zien. Ook veel nieuwe spelers. En ik ben erg blij om kennis te maken met hun. Toch ga je dan met een 2-1 voorsprong rusten. Wat zeg je in de rust dan tegen je spelers? Nou, dit, wat ik net gezegd heb. Omdat de jongens ook wel voelen dat het gewoon een hele matig tot slechte eerste helft was. Nou, en dan ga je kijken, oké, maar wat nu? Hoe staan we er nu voor? Wat moeten we doen om die wedstrijd nu echt naar ons hand te gaan zetten? Nou, en dan zie je de tweede helft dat we dat iets beter oppakken. En daarna eigenlijk ook... Met het inbrengen van een aantal spelers zie je ook dat er wat rust ontstaat. Franco die erin komt. En Walid met Samir. Dus en Alex op een gegeven moment. Ja, toen ontstond er wat meer positiespel. Dan krijg je ook 3, 4, 5 goede kansen. En dan moet je er eigenlijk 1 of 2 van maken. Dan is zo'n wedstrijd op slot. Ja, en dan weet je ook dat Telstar blijft knokken, blijft vechten. Ja, en die krijgen dan ook nog een hele goede kans om de gelijkmaker te maken. Ja, daarvoor had je het zelf al moeten beslissen. Ik denk veel verder in de duels. Tweede ballen winnen, vooruit verdedigen. En dat is gewoon toen maakten wij het verschil tegenover Sparta. Je leek het vandaag erg moeilijk te hebben met de aanvallers van Telstar. Dus toen dacht je, ik laat mijn aanvallende kwaliteit maar eens zien. Ja, ik denk dat ik hem lekker inkop. En natuurlijk moet het verdedigend weer beter gaan volgende wedstrijd. Maar dit is ook lekker om je eerste goal te maken. Ben je dan uiteindelijk tevreden met zo'n tweede helft, hoe je ploeg het heeft opgepakt? Ja, ik ben wel tevreden over een aantal dingen die ik dan zie. Ik zag ook weer een aantal slordigheden aan de bal. Keuzes. Dat je denkt van, hou het nou even simpel. Maar op een gegeven moment zag ik wel rust ontstaan. Toen had ik het gevoel van, oké, dit zit wel goed. En vandaag maakte Antonucci zijn rentree bij Volendam. Hoe blij ben je met zijn komst? Nou, ik denk dat we allemaal wel blij zijn met dat je zo'n speler weer erbij hebt. Dat zie je nu al meteen, terwijl hij nog weinig ritme heeft, dat hij natuurlijk wel rust heeft aan de bal. En balletjes tussendoor speelt op een Robert of een Daryl. Ja, dat geeft aan dat je dan kom je makkelijker aan het voetballen. Ja, en hij kan ook iemand passeren, heel kort en klein. En dus zorgt hij voor openingen. Ja, en dat is wel heel prettig. Want hij kan andere spelers ook beter maken. En dus dat is wel voor het team, denk ik, een grote aanwinst. Vandaag maakt hij een redelijk korte invalbeurt. Hoe fit ben jij op dit moment? Ja, ik denk dat ik nog wedstrijdritme mis ik nog. Ik moet nog wedstrijd spelen en in ritme te komen. Want ik heb weinig gespeeld de laatste tijd. Dus ik ben nog niet 100% fit, zeg maar. Vrijdag reizen we af naar Breda. Daar hebben we na de play-offs nogal wat recht te zetten, toch? Ja, daar heb ik al een paar keer hoofdpijn van gekregen. Dus laten we daar met een goed gevoel heen gaan en daar voor de winst gaan spelen.